Hey, ik ben Pieter Zwart, ik ben getrouwd met Kira en wij zijn initiatiefnemers van Trainingsschool Foundation for Life. We moeten in september 2009 van start gaan en we hebben het heel bewust een trainingsschool genoemd en geen bijbelschool. En wat eigenlijk gebaseerd is op drie pijlers. En het eerste daarvan is een goed fundament van het woord van God in jouw leven. En het tweede heeft te maken met karaktervorming. En het derde is ook heel belangrijk, is de dingen gaan doen die Jezus denkt. Ik geloof alle jongeren vandaag de dag zijn geroepen om impact te hebben in deze samenleving. En daar wil God jou voor gaan gebruiken. Maar we hebben één probleem in dit land. En dat is dat we niet genoeg jonge mensen hebben die zeggen van we willen radicaal voor Jezus gaan leven. En vaak hebben die jonge mensen wel, maar die hebben het fundament weer niet. Vandaar ook dat we deze Bijbelschool hebben opgericht. Ik wil gewoon je uitdagen om een jaar apart te zetten om met God te besteden. Om een goed stevig fundament in je leven te leggen. De Heer Jezus vertelt ons dat het belangrijk is dat we bouwen op de rots en niet op zand. Als we bouwen op zand, dan lopen we het risico om weggevaagd te worden, ook in deze wereld. Jou helpen om je weg te vinden met God en op te groeien op die discipel die God voor ogen heeft. Daar wil ik aan bijdragen. En daar wil ik je uitnodigen om mee te doen aan Trainingsschool Foundation for Life. Want dat gaat je helpen je bestemming te vinden en daar te komen waar God je wil. Trainingsschool Foundation for Life betekent eigenlijk investeren in jezelf. Zodat jouw geloofsleven mag verankeren. Zodat je waarlijk een discipel mag zijn van hem. En dat Jezus in Matthäus 28 niet voor niets zegt. Ga en maak alle volken tot mijn discipelen. We zijn allemaal geroepen. Jullie zijn geroepen. En daarom wil ik jullie uitdagen om een jaar van jullie leven te gaan investeren. Een diepte investering in jullie leven. En we geloven in geweldige dingen die gaan gebeuren. En daarom wil ik je echt uitdagen om erover te bidden. Na te denken. Praat met je voorganger over. Praat met oudsten over. Zoek mensen om je heen die de roeping op je leven zien. En die graag tijd in je willen investeren. En die zegt, ja, ga ervoor. Want ik geloof dat dit jaar een bijzonder jaar gaat worden. Want deze trainingsschool is heel praktisch. We gaan je helpen. We gaan je onderwijs geven. Hoe jij je relatie met God kunt ontwikkelen. En hoe de bediening die God jou gegeven hebt. Hoe je dat daarin kunt ontwikkelen. En je daarin kunt uiten. Dus we doen heel veel praktische dingen tijdens deze school doen. Outreaches, et cetera. En het gaat ontzettend goed worden. Dat weet ik zeker. Ik heb er heel veel verwachting van. En ik wil het van harte bij je aanbevelen. Kijk om je heen. En zie de nood. Ons land heeft nodig jongens, meiden, mannen en vrouwen met een geestelijke draagkracht, sterke mensen. En waarom? Zodat jij anderen ook kan toerusten om een ware discipel te gaan worden van Jezus. We hebben je nodig. Dus als jij wil investeren in jezelf en jij wil een verschil maken, kom dan naar Foundation for Life. Ik wil je eens voorstellen, één jaar lang apart gezet voor God. En wij geloven dat je in dit jaar, als je die keuze maakt om deze geweldige Bijbelschool te volgen, dat je leven zal veranderen, zelf je zien genezen. Ik weet zeker dat je de demonen uit mensen zal zien weggaan. Maar nog belangrijker, ik geloof dat je vele zielen tot Jezus zal leiden. En daarom wil je uitdagen. Kom voor een jaar. En ik hoop je daar heel erg snel te zien. Dus kortom, deze school van deze verblijf is een must. Want juist, ik wil die discipel, ik wil die leerling van Jezus zijn. En daag je uit om naar de school te komen. We willen je gaan helpen om die discipel te zijn. En om zelf weer te leren, hoe kan ik zelf discipelen gaan maken. En hoe kan ik het leven wat God mij heeft gegeven, hoe kan ik het uitdelen. En hem zichtbaar maken in mijn eigen omgeving. Dus dat is de uitdaging. Als je zegt van ja, dat is iets voor mij en ik wil het praktisch maken. Dan ben je van harte welkom om een hoofdje te zien op Foundation for Life. Tot ziens.